Nou, lief allemaal, heel graag wil ik bij jullie de wedergeboorte voorouders zomerretretten onder de aandacht brengen. Die ga ik samen met Els organiseren. Dat wordt een retrette met heel veel mooie systemische elementen. Systemisch kan je ook zien als opstellingenwerk. En we doen dat op een hele mooie, energetische manier. Gaan we stilstaan onder andere bij een baarmoederopstelling. En jij gaat de familieboomopstelling doen. Ja, mooi. Ja, ja. En we gaan stilstaan bij waar we vandaan komen. Onze voorouders. En dat kunnen biologische voorouders zijn. Maar dat kunnen ook spirituele voorouders zijn. En het wordt op een prachtige plek, hè, bij Samaya. Kan jij daar iets over vertellen? Een hele mooie omgeving. De ruimtes die zijn al prachtig, geweldig. Als je daar al binnenkomt, is een heerlijke sfeer, prachtige energie. En dan de tuin, dat is echt helemaal een oase van rust, van groen, van bloemen. Prachtig. Ja, en daar die tuin is ook juist zo mooi, want we werken met de energie van de voorouders. En al die grote bomen in de tuin van Samaya, dat lijken dan ook net voorouders. Mm-hmm. Dus dat werkt zo mee aan het geheel, dat is zo van meerwaarde. En Samaya is een oud klooster. Dus als je het hebt over de voorouders, is het een hele speciale energie. Ja, ja. Dus ja, wij hebben daar zelf heel veel zin in. Ja. Het is eind juli. Ik zal de gegevens en een linkje even onderaan bij dit bericht plaatsen. Maar als je mee wilt of interesse hebt om meer informatie te ontvangen, ja, dat voel je vrij om dat op te vragen. En wij kijken enorm naar de vrouwen uit, hè? Nou, zeker. Voel je welkom. Ja, oké. Okay. Nou, graag tot ziens. Tot ziens. Doeg.